Jongens, ik sta hier bij de prachtige dam waar we vorige aflevering aan zijn begonnen. En ik dacht bij mezelf, die moet af. Dus welkom, wat leuk dat jullie bij deze video zijn. Vandaag wil ik de video in Content Veen beginnen met een prachtige timelapse waarin wij even kijken hoe ver we kunnen komen met de dam die we aan het maken zijn. Misschien kunnen we het water zelfs wel door laten stromen. Volgens mij zitten hieronder heel veel beesten. Ik hoor de hele tijd al voordat ik mijn opname wil beginnen. Stom. Stinkskeleton ding. Maar ik wil de dam verder bouwen dus, jongens. Goed begin van de aflevering. Voordat we dat gaan doen. Tja. Het is een nieuwe gif. Deze heb je nog nooit gezien. Het is compleet nieuw. En dit betekent abonneren. En nu wil ik een... explosie. Content Veen. Oh ja, ik heb mijn pet andersom. Dat, ik dacht, ik doe eens gek. Ja, hè. Anders is alles ook zo eentonig, hè. Ik weet niet hoeveel progressie het gaat worden in deze timelapse. Misschien wordt het wel een hele kleine. Misschien wordt die wel groot. Hetzelfde als je een kind baart. Dat is heel raar om te zeggen, dit. Oké, jongens, laten we beginnen met de timelapse. We gaan kijken hoe ver we komen. Veel plezier met kijken naar de dam. We gaan voor 5000 likes. Heb je niet gelijk, dan kom ik je opzoeken. Oh. Daar zijn we weer, wedergekeerd na een prachtige timelapse. En jongens, er is best wel veel progressie geweest. Ik wist niet hoeveel ik ging maken ervan. Maar als we er zo naar kijken, vanaf hier ongeveer, dan is het toch best wel behoorlijk wat progressie. Ik heb gekozen om hem toch in een soort U-vorm te maken. In plaats van alleen de lijn hier, want dat vond ik een beetje plat. En ik dacht misschien als we er een beetje diepte in maken zoals dit, dat hij dan nog wat groter oogt. Het ding is, het is wel echt een bouwwerkje waarmee ik achterkom dat ik heel erg in de berg aan het bouwen ben. En ik weet dat ik hem weg wilde halen natuurlijk. Voor een soort van dit hoekje hier vooral een beetje weg wilde halen. Om hem meer ruimte te creëren voor mezelf. En misschien een beetje de berg in te gaan. Maar oh mijn god, wat is dit een poepwerk om weg te halen. Wat vreselijk. Het resultaat dat er dan staat is wel heel leuk. Het ding wel is, je ziet dat ik het tot best wel diep heb gemaakt dit. Alleen, het moet nog dieper. Ik denk namelijk dat we echt, als we dit zo netjes zien hier, dat we op zich nog wel, wat even kijken, misschien nog wel tot zo diep moeten. Dus, als ik dit dan allemaal weer even opvul. Als we het zeg maar zoals dit zien, dan moet hij nog, ja, zo diep ongeveer zijn. Want het water moet nog verder naar beneden. Dus het wordt echt een bijzonder moeilijk bouwwerkje om helemaal af te maken. Nou, ik ben benieuwd wat ik ervan ga maken. Ik hoop dat jullie ook een beetje hyped zijn voor dit. Omdat het wel echt weer een groot leuk project is. Een moeilijk project. Daar gaat water doorheen stromen. Misschien dat ik het zelfs nog eentje hoger ga laten maken. Waardoor het water daaruit gaat stromen. Dan valt het zo naar beneden door de buis hier. Waardoor het later hier nog een keer uit de muur komt. En nog een keer naar beneden valt. En dan valt het in een pontje. Vandaar dat het nog verder naar beneden moet. Oh, wat spannend allemaal. Ik heb er zoveel zin in om het allemaal lekker te bouwen. Maar het gaat zo poepwerk worden om dit allemaal hier weg te halen, deze berg. En dan moet die muur nog door. Ik denk dat ik dan de muur een beetje half in de berg ga verwerken. En dat het dan een vierkantje hier allemaal wordt, weet je. Dit hier, dit is ook even een moeilijk iets. Of nou, makkelijk iets, wil ik zeggen juist. Dit is even het enige makkelijke een beetje. Hier kan ik waarschijnlijk gewoon die verhoging zo helemaal door laten lopen tot ongeveer hier. Dan daarheen. En dan dat allemaal plat gooien. Waardoor je daar gewoon het eerste nette platform hebt. En dan kan je een beetje misschien nog huisjes maken. Zodat het gebied van huizen langzaam overloopt in het werkgebied. Iemand had een leuke reactie achtergelaten. Mijnerswijk. Vond ik wel een leuke. Mijnerswijk. Omdat het natuurlijk, ik wil hier iets met mines maken. En met fabrieken en weet ik wat allemaal. Dus misschien een soort van Mijnerswijk. Goeie naam. Maar goed, ik hoorde van Anne, die nu online is, dat zij een nieuw huisje gekocht heeft naast het kattencafé van René. En ik dacht, nou laten we dan gelijk maar even kijken hoe het kattencafé een beetje ervoor staat. Oh, dat hebben jullie dan ook al. Kattencafé, taartjes en staartjes. Hij is alleen nog niet af. Maar hij is onderweg. En dan dit huis is blijkbaar gekocht door Anne. Hier, kijk. Huisje is nu van Anne. 10 diamonds. Had ik eerst maar voor 10 diamonds? Oh man, ik had het meer gehoopt. Prima. Anne, je hebt een inimini huisje. Hij is van jou. Ik hoop dat je er blij mee bent. Ik moet nog steeds mijn geld van Frederik of mijn diamonds van Frederik terug stelen.
Oh, misschien kunnen we vandaag wel even inbreken. Dat zou ik vandaag inderdaad doen. Dat was de deal die ik jullie vorige aflevering gaf. Dat ik in zou breken in zijn huis vandaag. Kijk trouwens ook eventjes hoeveel hout. Dat had ik natuurlijk al laten zien. Steen ik heb. En dirt. En gras. En andere dingen weet ik wat allemaal. Maar vooral het steen. Komt allemaal door die poepberg daar. Dan even wat anders. Julian is heel lang bezig geweest met een grote vuurwerkshow. En die gaan we vandaag eindelijk houden. Om te vieren dat het nieuwe gebied officieel af is. Dus ik zie Julian vliegen. Ik ga hem even roepen. En vragen of alles klaar is zodat we kunnen beginnen met de show. Julian, mijn jongen. Hé, hey, maar kom eens mee. Vanavond, de vuurwerkshow. Is alles voorbereid? Ben je er klaar voor? Er is veel druk op je schouders. Ja, ik hoop dat iedereen het leuk gaat vinden. Ik ben heel benieuwd. Het is nu 8 uur en om 9 uur, of half... Nee, half negen, of een half uurtje komt iedereen al, of niet? Nee, kwart over negen was kwart het. Kwart over negen, laat maar, dat duurt nog langer dan een uur. Ja. Oké, dan ga ik nog een paar laatste dingetjes doen. En met de damdruk bezig, ik weet niet of je het gezien had. Ja, ik zie het. Ik zou ook heel veel kijken in de brievenbus, in de belastingbus. Ik was 1 dag te laat. 1 dag te laat. Ik ga er nu heen, dankjewel. Ik zie je zo meteen al bij de Vuurwerk Show. Ik heb wat erbij gedaan. Je hebt er wat bij gedaan? Ja. Oh, dat vind ik lief. Oké, jongens, van Julian moest ik even naar de belastingbrievenbus gaan om te kijken. Want vorige aflevering zou hij ook belastingen moeten betalen, maar daar was hij te laat mee. En vanavond komt iedereen voor de Vuurwerk Show. Dan ga ik iedereen confronteren met het feit dat ze niet betaald hebben. Kijk, belasting, ja, door Julian. Julian heeft 6 diamonds belasting betaald en een boekje erbij. Hier mijn belasting was een beetje laat, maar heb ook een leven. Met groet hertog Julian. Dat is extra, heeft hij er 1 extra diamond bij gedaan. Kijk, hij heeft wel gewoon betaald, hè, Julian. Nu alleen Rick en Noah nog, die hebben niet betaald. Deze kan, hoppakee, in het archief. Diamonds even in en de chest. Die ik niet in mijn chestroom heb staan, heel stom. Maar misschien moet ik dat maar even doen. Dan nu heb ik nog 1 uur en 1 kwartiertje voor de grote vuurwerkshow. Dus wat ik dan wil gaan doen in dat korte uurtje wat ik heb. Hieraan verder bouwen kan. Maar ja, dit heeft veel meer dan 1 uurtje gekost. Natuurlijk, voor jullie zag het eruit alsof het in een minuutje was. Maar dat heeft mij echt iets van een groot gedeelte van mijn middag gekost. Maar misschien dat ik dit even hier plat kan maken. En dan misschien een beginnetje kan maken aan de bergweg hakken. En dat even in de timelapse gooien. En dan kijk ik wel hoe lang de timelapse duurt. Ik heb maar 1 uurtje. Dus ik ben benieuwd hoe weinig progressie we kunnen maken. Maar we gaan het zien. Vergeet niet te liken. Abonneer. Dag. Oké, sorry, dat was de kortste timelapse ooit. Sorry, hij is klaar. Ik heb echt letterlijk 1 dingetje gedaan. Het is ook echt totaal nog geen tijd of zo voor de vuurwerkshow. Zoals je kan zien is het pas 8:30, dus ik ben echt maar nog een 1/2 uurtje verder. Maar Anne is online. En Anne die heeft een soort nieuw automaatje waar ze allemaal mee bezig zijn. Ze is druk mee bezig met z'n allen. En ik weet nog niet wat het is. En ik was aan het bouwen. En ik denk, ze zijn allemaal aan het praten in de chat. En ze zeggen, oh, wat leuk gemaakt, Anne, dit, dat. Ik heb een prijs gewonnen, zus, zo. En ik... Hallo. Kan ik jou spreken? Ja hoor. Oké, kan je op me helpen volgen? Maar, oh, ik ben zo benieuwd dat die automaat is. Ik heb de timelapse helemaal gestopt, zodat ik kon zien wat de automaat van Anne was. Oh. Is het urgent, anders komt die automaat later. Nee. Het is, je kan dat automaat wel doen. Oké, doe eerst de automaat. Ik heb helemaal mijn timelapse gestopt. Iedereen was aan het praten erover. En ze had het allemaal leuk. Ik heb prijs gewonnen en ik dacht, ik moet het ook doen. Ja, maar hij is wel duurder gemaakt. Hij is duurder. Ja. Eerst was hij 5. Ik ben al 10 diamonds kwijt, hè? Voor het huis. Nee, voor die speltraad. Bibliotheek. Nieuw spelautomaat. 1 ronde gemaakt. Is 12 emmer. 12 emmer. Is emerald. Ja, maar je kan 3 dia winnen en stacks met eten en weet ik veel wat. Ik ga kijken of ik emeralds heb. Ik wil eerst je bibliotheekje even bekijken. Ja, het wordt ja, nog, dit, nog in aanbouw. Dit is een bibliotheek inderdaad. Oké, ja, ik ben benieuwd. Het ziet er wel in ieder geval heel leuk uit. Gewoon echt een bibliotheekje. Maar ik ga emeralds halen. Ik wil het 100% doen. Ik ga zo snel mogelijk emeralds kijken of ik ze heb. Ga ik ze regelen. Volgens mij heb ik trouwens emeralds bij mijn villages ergens liggen. Wacht. Heb ik fortune ergens een pickaxe of zo? Want ik heb 5 emerald ores. Volgens mij hier 40 emeralds. Bam. Hoppakee. Ik kan het zeggen, ergens bij een villager had ik ooit mijn emeralds neergelegd. Op naar Anne. Ik heb 40. Ik heb een 40. Alles is 40 emeralds. 12 emeralds? Was het net ook al 12 emeralds? Nee, net als 5. Nee, net was het 5. Maar, Max, omdat het je eerste keer is, mag jij met die 40, als je ze allemaal inzet, 4 keer. Ja, dan is het voor jou 10 emeralds per keer. Het was nog duurder dan dat zij het allemaal moesten doen. Ja, komt ie. Dus ik mag alle 40 indrukken en dan 4 keer op de knop. Ja. Oh. En dan 40 keer op de knop. Een boekje lezen ja. Dan. Nee, 40 keer. 4 keer op de knop. Oké, dan het boekje lezen. Hoe werkt het spel? Is het niet de spelautomaat?
Ja, weet ik niet. Hoe werkt het speelautomaat? Ja. Je dropt de emeralds in de hopper, je drukt daarna één keer op de knop en dan verschijnt er een papiertje met erop je prijs. Soms zal je je prijs hebben en soms ook niet. Je kan ook gewoon niks winnen, oké? Okay. Dat is een risico. Nou, je krijgt meestal wel prijs. Dat klopt, dat klopt. Als je een prijs hebt gewonnen, dan neem je contact op met mij, Anne. En of je laat even een berichtje achter in mijn brievenbus. Dan zal ik zo snel mogelijk je prijs leveren. Oh, oké, okay, komt je. Oh. Helaas. Ik heb die nog nul keer gehad. Komt-ie. 2. Je wint 1 stack aan eten. Oeh. Dat is nice, dat kost me normaal 2 diamonds. Dus het is gewoon gelijk aan 2 diamonds. Ik moet alleen kijken, die heb ik hier liggen. Die pak ik zo even. Dat is goed, oké. Nog 2 keer. Je wint een halve stack aan eten. Oh, dus anderhalf stack eten. Oké, en... Je wint 3 boek en quills. Oeh, oké, ook chill. Okay, want die mag normaal moet ik die ook kopen. Dan pak ik het eten voor je. Ja, hier komt die. Die en die. Toppie. Ik heb gewoon een goede shit gewonnen, Julian. Ja, je verdient wel goed. Ja, ik heb gewoon 1,5 stek eten en 3 boek en quills. Daar moet ik wel zeggen, ik ben wel blij mee. Vooral die broek en quills, wauw. Maar moet ik die altijd kopen, dus dat kost 1 diamond per boek en quill volgens mij. Ja, ik heb al, weet je wat de hoofdprijs is? Nou? Ja, 3 diamonds en een name tag. Dat is, de name tag is nice. De diamonds ja ook, maar hè. Ja, ze wou vooral emeralds, omdat ze al 8 stacks diamonds had. Ja, weet je wat het ding is? Het is een investering. Ik geef haar de emeralds. Zij maakt met die emeralds maakt zij nieuwe enchantment bottles. En die kan ik dan weer kopen. Ja, dat is waar, ja. Maar kijk, volg mij. Wacht, Nee, daar heb je de. Ik kom op prijs, is ze weer. Kijk. Hier wacht ik op Julian. Koop je dit nou gewoon uit de winkel? En dat geef je dan aan mij? Ik moet nog eventjes zellen. Dat heb je volgens mij gewoon uit de winkel gehaald. Ja. Nice, hou het bij me, bewaar het. En mijn boeken quill? Ja, die mag je uit de winkel pakken. Oh, waar kan ik die pakken? Hier zeker. Ja, top, eentje. Julian, jij wilt wat laten zien? Ja. Okay. Kijk, zoals je weet komt zometeen de vuurwerkshow. Ja. Alleen, ik heb nog niet echt een goede plek om mensen neer te zetten. Dus ik dacht misschien hier zo, maar dan hebben we wel gewoon, ja. Ik dacht zelf aan hier ongeveer mensen neerzetten. Dan halen we even dit dingetje, kampvuurtje hier weg, want dan zie je alles als het ware, weet je, van een vier. Of niet? De recht voor is wel mooier, denk ik. Ja? Dat kan ook, hè? Recht want zeg maar, je wil het vuurwerk, want het vuurwerk gaat zeg maar uit elkaar en dan daarna weer in elkaar. En vanaf hier kan je dat niet echt zien. Nee, oké, dan vind ik dit wel een goed plekje hier, wat je zei. Als je gewoon met z'n allen hier gaat staan, weet je. We gaan dan staan hier. En wil je dan stoeltjes hebben en zo. Oeh, ik wil wel stoeltjes neerzetten voor iedereen, oké? Okay? Ja. Of wil je dat zelf? Nee, dan mag jij trouwens zelf doen, denk ik. Of moet ik het even doen? Ja, ik wist alleen niet of ik hier dingen mag slopen en zo, maar... Ja, weet je wat? Ik heb een idee, kijk. Als we dit nou even gewoon zo doen, dan plaats ik het later, bouw ik het gewoon weer terug, weet je. Maar we moeten even kijken, ze moeten allemaal naast elkaar, want dingen zoals we mensen achter elkaar krijgen, die zien dan misschien minder. Oh, die moet je hoger zetten, snap je? Zou ik een tribune, ik maak wel een tribunetje, oké? Dan, jij hebt de vuurwerk gedaan, dus zorg ik wel voor een mooie tribune. Maar dan doen we samen wel, een aandeel. Wel, sommige vuurwerks komen wel best wel hoog, dus dan moeten ze gewoon naar boven kunnen kijken. Ja, maar dat is prima. Als we dan gewoon hier zitten zo, zorg ik dat iedereen alles ziet, oké? Okay? Ja, dat is goed. Goeie taak. Oké, jongens, dat ga ik doen. Ik ga nu een tribune maken, zodat iedereen gewoon netjes mee kan kijken naar naar de vuurwerkshow die vanavond komt over een iets meer dan een half uurtje. Kijk, ik heb van allemaal soorten hout heb ik gewoon gepakt. Ik denk met hout, dan ziet het er misschien het beste uit, weet je. Het hoeft niet heel bijzonder te zijn, gewoon even een simpel tribunetje. Laten we kijken. 1, 2, 3. Oké, ik moet even denken hoeveel mensen komen. Ik ga vertellen. Het is letterlijk een hele simpele tribune, jongens. Het is gewoon eigenlijk een soort trap. Maar ik bedenk me net, dat is basically wat een tribune is. Dat is gewoon een trap, ook in het echt. Dus zo, ik denk dat dit goed is. Als we dan allemaal gewoon netjes zo gaan zitten, dan kijken we over elkaar heen. En hebben we een leuk zicht op de vuurwerkshow. Misschien dat dit een beter plekje had geweest, trouwens. Even maar dat meer het midden is. Ik ga hem verplaatsen. Zo, de tribune is gemaakt. Wederom letterlijk 1-op-1 hetzelfde, maar nu iets opgeschoven. Dan zitten we iets meer in het midden. Julian is er helemaal klaar voor. Die is de laatste dingetjes aan het voorbereiden. En laten we nu dan gewoon rustig aanwachten tot het 9 uur is. A few moments later. Oké, jongens, het is tijd. Ik sta hier met Fred naast me. Hallo Fred, ben je klaar voor de vuurwerkshow? Hallo, ik ben Fred. Jij bent Fred. Ik ben bang voor harde knallen. Dat maakt niet uit. Dit gaan veilige harde knallen zijn. Ik moet jou spreken. Hoezo? Jij stinkt zelf. Ik zeg helemaal niks. Ik heb gehoord dat jij dat een stinkbank noemt. Dat vind ik niet leuk. Oh. Fred, dat komt later even. Gaan we eerst even de vuurwerkshow doen. Ik ben boos. Nee, Fred, alsjeblieft, dat komt later. Jongens, is iedereen er? Hey. Hey, jongens, welkom allemaal. Hallo. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel, Fred. Ja. Ga zitten. Fred, er is nog één plekje vrij. Oké, Julian.
neem het woord. Welkom bij deze Vuurtshow. Ik heb hier weer op voorbereid. Wacht, ik moet even opnemen. Nou, welkom bij deze prachtige vuurwerkshow. Ik heb hier weken op voorbereid. En dus als het faalt, dan ben ik niet zo blij. Maar ik heb vertrouwen in. Heb je er vertrouwen in? Ik heb er vertrouwen in. Nou, zet hem. Hoe lang duurt dit? Ik denk ongeveer 10 minuten. Jezus, 10 minuten? Ja, kijk zeg maar. Dat onderste is ongeveer 10 minuten. En de main show, ja, dat gaat waarschijnlijk nog voor echt gewoon 20 minuten door. Maar dan zet ik hem wel uit. Ik heb veel te veel vuurwerk. Je hebt voor een half uur aan vuurwerk. Ja. Nou, zet maar aan, ik ben benieuwd. Ja, aanzetten, ja. Ja. Huppa, twee. Met, jongen. Ga dan naar de show kijken. Hij had geen elytra al, maar hij heeft... Ik vind dit fijn. Ik ben benieuwd. Wauw, groen, Fred. Groen, dat is voor jou, Fred. Hoi. Die is voor jou, boven je huis. Oh, dat is ook expres boven Freds huis gedaan. De groene kleur. Ah, leuk dat je zit te kijken, Fred. Vind je het mooi? Ja. Oh, kijk. Geel, oranje, roze. Oh, dat is mooi. Mooi. Oh, dit ziet er echt maar zo mooi uit. Wil ik het zijn. Levensgevaarlijk. Je verpest de show. Nee, dit zijn de acrobaten die meedoen. Oh. Hier, zie je? Mooi. Wow. 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 Ineens was overal vuurwerk. Kijk nou niet mijn kant op. Ga gewoon uit. Ja, groen. 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 Bedankt allemaal voor het kijken naar de vuurwerkshow. Ik wens jullie een fijne dag. Je kunt souvenirs kopen bij de winkel daar beneden met het groene doek. Oh. Water! Error! Jongens, ik heb spijtig nieuws. Helaas is de show van Julian soort van mislukt. Hij was erg verdrietig, althans erg teleurgesteld, zag ik. Dus laten we even in de reacties plaatsen. Julian, we houden van je. Ik weet niet wat ik moet zeggen, dus we doen maar we houden van je. Nee, hij heeft hem uitgesteld naar een andere keer. Hij was bezig, jullie zagen, op een gegeven moment gingen wat fouten, weet ik wat allemaal. Dus volgende keer komt hij weer. Ik weet dat Fred hier... Fred, het spijt me dat de show verzet is eigenlijk naar een andere datum. Ja. Yeah. Volgende keer meer groen. Volgende keer meer groen. Ja, het zag er leuk uit. Het was een soort van sneak preview, ook voor de kijkers thuis. Dat jullie dan zagen, oké, zo komt de vuurwerkshow eruit te zien. Hij deed helaas nu niet helemaal, maar hè, we gaan niet Julian in één keer een slechte, weet ik wat noemen. Dat vind ik heel lullig en hij deed echt zijn best voor. Toch? Ja. Maar wat is de status van de bank, Fred? Eigenlijk even wat anders. Daarover gesproken. Oh, wat deed je? Wat gebeurde daar? wat deed je met je... Ik kan niet opstaan. Wat deed je met je lichaam? Help mij. Hier, zo, kom maar. Dankjewel, daarover gesproken. Ja? De bank stinkt niet. Ik heb een heel goed schoonmaakteam. En jij zegt dat het stinkt. Wanneer heb ik gezegd dat het stinkt? Gisteren. Maar Fred, ik moet even een geheime missie doen. Ik weet niet of jij mee wilt. Ja. Oké, ik moet namelijk in Frederik's huis zijn. Hij heeft namelijk nog 15 diamonds van mij die ik even terug moet stelen. Oh. Dus ik weet niet of jij tijd hebt en zin hebt om in te breken in zijn huis. Nee, ik heb geen zin. Maar goed, ik heb geen keus. Nee, je hebt geen keus. Je gaat mee. Kijk, we zijn nu bij Frederik's huis en hij heeft nog steeds gordijnen, waardoor we niet echt naar binnen kunnen kijken. Maar we moeten heel... Kan jij bukken zoals dit? Goed zo, oké. Zo blijven, oké? Oké. Kom binnen. Volgens mij is hij niet... Oh, hallo, Frederik, ben je thuis? Fred. Oké, we moeten even niet harten. Oh mijn god, hij heeft een Rubik's Cube, heeft hij. Waarom ligt dat hier? Waarom ligt er een puzzel hier? Oké, Fred, buk nou! Sorry. We moeten voorzichtig zijn. Oké, er is daar een heel eng iemand. Let daar niet heel erg op. Ik weet nog steeds niet wat het is. Maar... Maar, Fred, we moeten... Zoek jij heel even beneden. Ik ga voor verdieping hoger kijken. We moeten zoeken naar mijn... Oké, ga jij maar mee. Zoeken naar mijn 15 diamonds. Wat is dit? Oh mijn god, wat is dit allemaal? Wat is dit nou weer? Wat is dit voor rare... Hij is weer met laboratorium dingen bezig. Zijn dit collega's van jou, Fred? Even kijken of ik kan communiceren. Hallo, mijn naam is Fred. Kun je mij horen? Werkt dat? Kom niet als communiceren. Nee, ik hoor niks terug. Maar volgens mij is Frederik niet thuis, dus we kunnen gewoon staan. Maar waar zijn mijn diamonds? Hierboven niks, ik meen het. Zou je niks zijn of zou je toch wel wat zijn? Natuurlijk is er iets. Natuurlijk is er iets. Ik ga kijken, oké? Maar wat is er? Oh mijn god, nee. Hij heeft lasers gemaakt. Nee! Niet aankomen, ik waarschuw je. Oké, Fred, blijf alsjeblieft hier. Raak niet de... voor mij lijkt het op glas, maar ik weet zeker dat Frederik weer een of ander goedje erin heeft gedaan. Waardoor ik daadwerkelijk damage krijg als je het aanraakt. Dus... Er zit ook redstone aan verbonden, zie ik nu. Dus niet de rode lasers aanraken, oké? Oké. Niet aankomen, ik waarschuw je. Oh! Oh, we konden er echt niet aankomen! Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee, Fred.
Ga je dood. Au, au, au. Oh, nee, ik overleef het. Oh. Oké, wil jij het voor me eruit halen? Er zitten diamonds in. Wat hoor ik? Oh mijn god, is dat een klok? Wat gaat er gebeuren? Oh mijn god. Wacht, Fred, Fred, pak de diamonds. Pak alsjeblieft mijn diamonds. Ik durf niet. Fred, pak ze. Dat gaat nog mijn klok. Doen. Ik moest op afstand blijven. Fred, jij moet dit doen. Daar gaat een klok, je hoort hem tikken, alsjeblieft. Ik hoor het, ik ga weg. Tot ziens. Oké, ik doe het nog een keer. Auw, auw, mijn 15 diamonds, ik ga je weg. Oh mijn god, de klok, rennen, rennen. Oh, ik heb nu geen tijd meer om die bars dicht te doen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar we gaan weg hier. Oh, oh mijn god, wat heeft Frederik allemaal met zijn huis gedaan? Ik heb mijn 15 diamonds, heb ik. Dan wordt hij boos. Hoezo wordt hij boos? Omdat het alarm afgaat, dat gaat toch niet voor niets. Oh, was de klok of een alarm? Weet ik veel. Ja, ik ook niet. Maar ik heb mijn 15 diamonds terug, daar ben ik blij mee. Dus de inbraak is gelukt. Dankjewel Fred voor het meegaan. Ik wil wel gelijk wat kopen in je winkeltje. Dit is ook mooi. Wat? Dit is ook mooi. Oh, ja, dat staat er inderdaad. Ik wil wel graag... even kijken hoor. Doe maar een stack meloenblokken en een turtle shell helmet. Oké. Hoe duur is dat? 12 diamonds. 12? Ja, dag. Hier, dan krijg je terug. Ik nee, grapje. Diamond... Dat was een grapje. Oh. 2. Zo, 2 diamonds. Oehoe. Moet ik trouwens niet in emeralds betalen? Ik vind dit niet mooi. Ik wou net zeggen, dit is blauw. Maar toch bedankt. Wat ga je met diamonds doen? De stinkbank vullen. Het is geen stinkbank. Dat heb jij gezegd. Nee, ik meen dat niet. Oké, ik ga mijn dingen gelijk goed bewaren. Ik doe het helmpje doek op mijn hoofd. Zo. Ah, ik zie niks meer. Ik zie niks meer. Hallo. Hallo, Fred. Hi. Dankjewel, Fred. Ik ga het allemaal opbergen. En dan ben ik blij dat je samen met mij hebt ingebroken in Frederiks huis. Ik ben bang voor wat er komen gaat. Wat er zal komen, bedoel je? Wat er komen gaat. Wat er komen gaat, dat snap ik. Ik ook. Ik weet niet wat Frederik van plan is, maar er is alarm afgegaan. Lasers in zijn huis. Ik werd potions verder op me gegooid. Er ging een klok af of een alarm. Ik weet niet wat het was. Echt eng. Bedankt voor het kopen in mijn winkeltje. Dankjewel, Fred. Ik kom tot ziens. Ik spreek je later. Oké, jongens. Nou, dan hebben wij 13 diamonds. We hadden er 15 teruggesteeld van Frederik. Nou, ik heb het 2 uitgegeven aan Fred. Een beetje stom, maar maakt niet uit. Dan hebben we weer genoeg diamonds. Dan de meloenen. Ja, ga ik mijn meloenen plaatsen. Hier. En dan die helm, die... Ja, die gooi ik gewoon weg. Die heb ik niet eens nodig, die groene helm. Kijk, zo, daar ligt hij. Zo, dan hebben we weer veel gedaan, jongens. Zoals jullie hier in dit lelijke vierkantje hier zien. Hier wil ik een trap maken. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Gewoon een trappetje daarheen. Dat je ook zo bij het andere gedeelte van de stad kan komen. Ook via uiteindelijk de begraafplaats en weet ik wat allemaal. Maar dit moet gewoon een slimme, snelle route zijn. De vuurwerkers op, dat is niet heel handig. Veel progressie weer geweest. We hebben echt veel gedaan. Jammer van de vuurwerkshow, dat vind ik echt heel jammer. Maar Julian, die heeft echt zijn best gedaan. En hij wist nou niet wat er mis mee was. En hij was te moe om het nog op te lossen. Dus echt, Julian, maak je geen zorgen. Ik vind het niet erg, weet je. Het kan gebeuren dat je vuurwerkshow het niet doet. We gaan nog gewoon opnieuw proberen voor de kijkers thuis. Bij 5000 likes op deze video, jongens. Dan geven jullie even support naar Julian. Dat hij wel zijn vuurwerkshowtje kan fixen. En dat het niet zomaar niks is. Ik vond het jammer. Iedereen was er ready voor. Maar kan gebeuren. Maar goed, volgende aflevering wil ik verder gaan met het gebied hier met de dam. Misschien dat Frederik weer wat uitspookt. En misschien dat Fred eindelijk zijn kluis een keer af heeft. Dan kunnen we mijn geld in de bank stoppen. Dan gaan we dit gebied, misschien dat we beginnen met dit hier. Dit gekke hoekje. Zodat we daarna hier kunnen beginnen. Of we beginnen gewoon met alles een beetje zoals dat maken. Plat en in lagen. Zodat we wel weer plek hebben om te kunnen bouwen. In ieder geval voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zat er veel tijd en veel werk. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan nu, kijk lekker het vorige content Veendeel. Want hierin ben ik begonnen aan de dam. Hierin is, weet ik wat allemaal gebeurd is. Frederik zijn huis weer terug. En ik snap het allemaal niet. Er is heel veel gebeurd. Je moet gewoon even lekker zelf kijken. En dan voor nu spreken. Laat een glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.